Mag het even lekker gaan, het gaat iets beter. Steeds ietsje beter. Mag het even lekker gaan, het kan iets beter. Nog ietsje beter. Ik ga goed, ik ga beter, bitch. Ik ga goed op mijn haters, bitch. Ik ga goed, ik ga beter. Ik ga goed op mijn haters. Het is dinsdagavond. Ik heb net gewerkt en er was iemand op mijn werk, een collega, en die vroeg dus of ik zwanger was. Het kan natuurlijk alleen een man zijn, want als vrouw zijnde ga je niet aan een vrouw vragen of ze zwanger is. Tenzij er echt een buikband met van die handjes van jij en ik, of zo'n ketting met een balletje, dan vraag je wel, goh, ben je zwanger? Maar als je nou twijfelt, dan moet je niet vragen, want ik ben niet zwanger. Ik ben gewoon dik. Zo, ben je nou zwanger? Nee, ik ben gewoon dik, joh. Juffer, vind je mama dik? Is mama nee. dik? Nee. Nee? Nee. Vind je mama mooi? Ja. Is een varken dik? Nee. Oh, een varken vind je ook niet dik. We gaan even een broodje eten. En dan gaan we naar baby. Seven. Seven. Dat is je neefje. Ja, dat is ook een nichtje. Nee, het is geen nicht. Zo, het is vrijdag en ik heb weer avonddienst. En goh, wat een verrassing, ik heb morgen ook dienst. Ik lijk wel op iemand van de Adams Family. Ziet die knap, hè? Zo, nou werk ik nog even de fiets op. Ga ik even naar Dormenriver. Want wat wil de river ook alweer eten? Een kroketje. Een kroketje. Nou, dat lust mama ook wel, hoor. Een kroketje. Lekker, hè? Oeh! Zijn je lijkt Tarzan wel of Jane, man, met die band. We waren in het dorp voor 1 minuut. Want ik ben mijn pinpas vergeten. Gelukkig had ik nog een euro dat ik de parkeergarage uit kon. Maar nu kunnen we weer naar huis. Centjes vergeten. Ja, centjes vergeten. Mama is echt zo slim, hè? Het is 12:00 middag. Het is een intro. Ja. Kijk. Wat we hebben gehaald. Koud soepie. Dat is niet grappig. Maar kijk wat ik heb gehaald. Apple crumble taart. Vers gemaakt. Met banketbakkersroom. Voor Tobias de fitcoach. Kijk hem zitten. Ja. Ga goed, hè? Kostte me 50 euro. Nou, hij is 50 euro vanmorgen op straat. Nou, hoe dom kan je zijn? Ja, oké, nou, je achterzak doen. Dat is ook helemaal niet slim. Tobias had natuurlijk weer het verkeerde besteld bij Chez André. Echt, alles is lekker. En dan bestelt hij op maandagmiddag om 12 uur bestelt hij ossehaaspuntjes. Maar even eerlijk, hoe lekker ziet dit eruit? Er zit gewoon banketbakkersroom bij. Er zit toch normaal erin? Ik zie het beeld nog steeds voor me. Zo erg was het niet. Ik was heel stoer weggegaan bij Ziggo. En ik heb gewoon geen wifi bij KPM. Er zit namelijk geen sticker op mijn doos. Ik kwam mezelf op een tropisch eiland. Dus Ziggo, als je kijkt, Ziggo, het spijt me. Het enige wat die meneer of mevrouw hoefde te doen was een sticker erop te plakken met mijn wachtwoord en mijn inlog van de wifi. Is te moeilijk. Is echt lastig. 5 minutes later. Oké, ik kwam net... Wat is dit? Gel. Ik kwam net Anja tegen. Gels. 2 gels. En wat blijkt nou? Er zit gewoon een kaartje achter. Dus ja, sorry KPN. Ik moest het zo eruit schuiven. Maar het stond nergens dat ik het moest schuiven. Hè. Er stond dat het gewoon... Ja, dat kan je dus schuiven. Dus ik heb gewoon internet. Ik ga nog een dikke pot. Het is donderdag vandaag. En we zouden koekjes gaan bakken. Ik ben al bij de ortho geweest en ik heb mijn jas nog aan. Maar we zouden dus koekjes gaan bakken. Maar River moest de boterham eten en dat heeft ze niet op. Dus nu zit ik te twijfelen of ik zeg maar heel mijn dreigement ervan aan bakken gooi. En gewoon koekjes gaan bakken. Of gewoon voet bij stuk houden en geen koekjes gaan bakken omdat ze de boterham niet op eet. Ik wil wel koekjes bakken. Ik wil wel koekjes bakken. Wat moest je doen om koekjes te bakken? Wat moest je doen voor mama? Boterham eten. Heb je je boterham opgegeten? Nee. Nee, dus gaan we nu koekjes bakken? Nee. Ik wil wel koekjes bakken. Nou, eet je dan even je boterham op?
je moet mij helpen. Ga je hem dan opeten? Ja. Beloofd? Ja. Gewoon dreigen. Beste opvoedtip die ik je kan geven. Hoe is de mix? Lekker? Mm-hmm. Kunnen we nu koekjes maken dan? Ja. Rollen maar. Zit er op je stoel? Oh. Mama is hier niet zo heel goed in richt. Oh, hij is iets te plat, zie je? Oh. Oh, dit gaat ook niet echt top. Nou, we doen het even anders. Het even zonder roller. Een bolletje maken. Mm-hmm. En ik vind de giraf toch wel heel erg mooi die je hebt gemaakt, Riff. Klaar. Doe die er ook nog op zo, boep. Lekker snoepjes op het koekje. Nog een paar. Zo. En dan hebben we deze handige bus gekocht. Met allemaal verschillende snoepjes. En dan gaan we dat even op de koekjes doen. Yes. Nou, is dit geen feestje, Liver? Huh? Welke vind je de allermooiste? Ik vind de tat het mooiste. Welke, die? Nee, die. Ja, ik ook. Die heeft mama gemaakt, zeker. Goedemorgen. Ik kan mijn arma's niet meer gebruiken. Gisteren een bruiloft gefilmd met een camera van 3 kilo. En een bevalling is minder erg voor je lichaam. Dit is zo pijnlijk, dit armpje omhoog. Ik ben echt helemaal naar de kloten. Maar we gaan weer naar voetbal. Oh, ik wil ook weer helpen, Zaya. Maar ik ben je haar vergeten te doen. Ik heb het wel even elastiekje in, ja? Nee, je gaat toch niet alleen boodschappen doen? Weet je niet wat je moet hebben? Wat moeten we hebben dan? Een ijsje en koffie. IJsjes en koffie. Hallo, is de tas van? Hallo, is de tas van? Gaat het? Ik kan hoger laten gaan. Oh. Het is zondagavond en Josiah heeft een beetje ontspanning nodig. Hij heeft heel hard geleerd en hij heeft morgen zijn eerste toetsweek. Vertel even je voorspellingen. Wat zijn je voorspellingen van deze toetsweek? Ik denk wel dat ik voldoende schade. Ja? Maar oké, morgen Nederlands-Duits. Zeg nog even, sluit even de video af in het Duits. Tschüss.